6 uur, NOS Radio Nieuws. Het Palestijnse gezag heeft van Israël nog 24 uur de tijd gekregen om de afspraken na te komen die woensdagavond zijn gemaakt. Dat heeft het Israëlisch kabinet besloten na de aanslag van gisteren door extremistische moslims op een markt in Jeruzalem. Daarbij vielen 2 doden, juist op het moment dat zowel de Israëliërs als de Palestijnen op radio en tv een oproep zouden uitzenden om te stoppen met het onderlinge geweld. Het Israëlische kabinet heeft wel bepaald dat de internationale luchthaven van de Palestijnen in Gaza voorlopig dicht blijft. Premier Kok en minister Van Aartsen hebben hun conflict van de afgelopen week bijgelegd. Na een gezamenlijk etentje zei de premier dat er een streep is gezet onder de zaak. Kok en Van Aartsen lieten eerder deze week de Tweede Kamer verbijsterd achter toen ze verschillende lezingen gaven over de gang van zaken rond de benoeming van oud-premier Lubbers bij de VN. Volgens de premier zijn de problemen nu de wereld uit. Staatssecretaris Bos van Financiën probeert de komende weken de ecotax te redden. De Europese Commissie wil dat Nederland de ecotax afschaft, omdat die leidt tot oneerlijke concurrentie. De belasting op energie, die iedereen in Nederland moet betalen, is bedoeld als milieumaatregel. Volgens Bos staan veel landen in Europa op het punt de milieubelasting over te nemen. Hij is bang dat ze daardoor de opstelling van de commissie vanaf zien. De Amerikaanse republikeinse presidentskandidaat George Bush is in opspraak geraakt door een incident uit zijn verleden. Bush blijkt in 1976 dronken achter het stuur te hebben gezeten. Hij heeft daarvoor destijds een boete van $150 gekregen en mocht een tijd lang niet meer rijden in de staat waar het gebeurde. Doordat het nieuws over het incident zo kort voor de verkiezingen van volgende week naar buiten is gekomen, wordt verwacht dat de kansen van Bush op het presidentschap flink zullen afnemen. Het weer, vanuit het westen enkele buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 10. Dit was het nieuws. Het NOS Radio 1-journaal met Rob Tripp. Op 3 november, op vrijdag, goedemorgen. De dag van de laatste kans, hoor u al, dat zeggen ze in Israël, de laatste 24 uur, de laatste kans voor de Palestijnen om te stoppen met het geweld, zeggen de Israëli's. Maar goed, het is vrijdag en dat is inmiddels een traditie geworden. Dat is voor de Palestijnen de dag van de woede. Kortom, we zijn in het Midden-Oosten natuurlijk vanochtend. En hebben wij nieuws vanochtend. Wat dacht u? Kok en Van Aartsen die weer door één deur kunnen. Lachend zelfs. En meer natuurlijk over dat heel vervelende berichtje voor George W. Zo vlak voor de verkiezingen dat hij dronken achter het stuur heeft gezeten. Dat wil zeggen dat we daarachter zijn gekomen. Dat is niet handig, vlak voor de verkiezingen. Nieuws, kranten, sport, weer. U bent van harte welkom.